ben ik op deze moederdag alle moeders in heel Suriname een riem onder het hart steken. Sinds het ontstaan van de schepping zijn wij vrouwen en zeker moeders een baken in zee. Een rots in de branding, het fundament van het gezin en de familie. Onze bijzondere gaven stellen ons in staat levensvreugde en noodzakelijke energie te geven aan ons gezin en aan de hele samenleving. Hoewel wij als vrouw en zeker als moeder momenteel gebukt gaan onder ernstige en soms erbarmelijke omstandigheden, waarbij ik denk aan huiselijk geweld, alleenstaande moeders, ontoereikende gezondheidszorg, steeds stijgende prijzen van goederen en diensten, onze kinderen, hun toekomst, hun opleiding, zijn wij toch in staat op onze eigen manier richting te blijven geven aan ons gezin. Mannen, ik heb een boodschap voor jullie. Hou van je vrouw. Behandel je vrouw als goud. Koester haar met respect. Zo win je haar hart. Anders breek je haar hart. Kinderen, luister naar je moeder. Koester haar als geen ander. Er is maar één en ze is onvervangbaar. Laat haar nooit in de steek, om welke reden dan ook. Dat gezegd hebbende, wens ik alle moeders een hele fijne moederdag toe. Geloof in uzelf, in uw innerlijke kracht door God gegeven. Blijf altijd positief met opgeheven hoofd en ga ervoor. Het komt goed.